Wat zijn de verwachtingen voor het Chinese team bij deze editie van de Solo Challenge? 当然我们参赛肯定要目标就是第一，但是我们每一个人都会尽出最大的全力。 Natuurlijk, als wij met de wedstrijd meedoen, we gaan voor eerst gaan, maar ja goed, een plaats is ook genoeg. Wij gaan wel voor ons best doen om de eerste plaats te halen, maar ja goed, als het niet anders is, is het ook niet erg. Jullie hebben een kleine groep meegenomen. Is dit alles wat jullie hebben meegenomen of komt er nog meer straks naarmate de week vordert? Er worden nog twee teamleden van de NHL bijgevoegd. En ze komt aanstaande zondagavond komt nog een Chinese Niam, hun burgemeester, hun de schooldirecteuren. Totaal 6 personen komen hun versterken. Aanmoedigen. Jullie hebben de boot in Nederland laten bouwen. Het zijn wel concurrenten voor jullie. Hoe gaan jullie daarmee om? Tuurlijk, wij Nian en Neewarden is een zeg maar vriendschap vorig jaar oktober aangesloten natuurlijk. Wij hebben ook eigen boot. Maar goed, wij hebben toen toegezegd dat NHL voor ons zou bouwen als een soort een vertrouwen aan elkaar. Wij vertrouwen helemaal dat de NHL voor ons boot heeft gebouwd. Gaat om meedoen, zeg maar. Dus voor ons de eerste keer. Ja, alles wat wij meepakken is mooi. En wij hopen dat de NHL, zeg maar, eigen boot ook kunnen winnen. Het is dus gewoon voor ons gewoon leuk mee te maken.